Ik ben bij een fika geweest. Het is rond een uur of vijf lekker eten en drinken. Vooral drinken met elkaar. We krijgen nu een wandeltour. Dit is achter in Witlanda. Pekseda heet deze buurt. En het is hier prachtig. Ligt achter de dollarstore voor mensen die in Witlanda komen. Heel mooi hier. Het is echt een hele ontdekking. Het is vlakbij ons. Nou ja, 25 kilometer van ons af. Maar wat een onwijs gave plek. Dit is afvalhout, duidelijk. Dat hebben we gekocht van onze buurman. Overbuurman. Dit heet zwal. Het zijn de eerste planken die ze eraf zagen. Voordat ze planken kunnen snijden. Dus de zijkanten, zeg maar. Ze halen er eerst één af. Dan draaien ze hem op die kant. Zodat ze een haakse kant kunnen creëren. En... daarna gaan ze planken zagen. We hebben verschillende doeleinden hiermee. Voorlopig moeten we eerst even kijken wat we eraan hebben. Want sommige stukken zijn heel ongelijk, zoals dat. Heel dik. En dan loopt dat heel dun uit. We willen dan heel graag een vakwerk buitenkant maken. Maar daar is dit veel te weinig voor. En er zijn er maar enkele geschikt. Zoals degene die nou in zijn handen heeft. Die is redelijk gelijk. Zoiets kunnen we gebruiken op de gevel. Nou ja, dan moet hij er ook stukken vanaf zagen. We gaan het zien, hè? Ja, zeker. We gaan het zien. Ja. De eerste, hij brak per ongeluk van zijn steeltje. Ja, maar hij brak per ongeluk van zijn steel. En hij is dus ook nog niet rijp. Maar we leggen hem gewoon in de vensterbank. Hij klinkt wel echt goed. Hij klinkt lekker goed. Ja, helemaal goed. Nou, de laatste regenton
hebben we hier... Oh, Geer gaat overlopen. Die gaan we even verwisselen. Geer is een beetje gestoord. Die doet dat midden op de dag zonder beschermende kleding. Hij heeft het al verschillende keren gedaan. Radar is echt een goor goedje. Ze vallen allemaal naar beneden. Ze vallen allemaal naar beneden, ja. Ik kom maar niet al te dichtbij. Ja, ze zijn nog allemaal, ze zijn er best wel hele vieven bij nog. Wat gebeurt er? Je zit niet zoveel meer in, hè? Dood. Ja, als je anti-Siemens laat komen, dan daar zijn we wel voor verzekerd. Maar dan moet die gast ons op een wachtlijst zetten. Komt hij als een astronaut. Meteen een astronaut komt hij. Met een of andere hele grote gastank. Zwaar milieuvervuilend. Dat is dit natuurlijk ook. Maar dit is een klein beetje. Wespjes die ontkomen zijn, die gaan natuurlijk zoeken naar iets nieuws. Vandaar dat we ook overal kleine wespennestjes vinden nu. En we... smoren ze in de kiem. Dat helpen. Ja, we hebben er toch nog wel ergens één daar onder het dak. Ah, zo over het dak twee bijtjes. Twee stuks. Niet gebeurd, nee, maar ze zitten er nog wel. In augustus zeggen ze, dan worden ze wat agressiever, want dan zijn de jongen uitgevlogen, noem maar even zo. Dan hoeven ze niks meer te voeden. En dan komen ze een beetje naar de snelle suikers toe. Dus de dingen die jij op je bord hebt waarschijnlijk. Bier en alles. Maar goed, daar gaan er inderdaad nog een paar. Ze zitten ons niet in de weg, alleen het is echt een wespenjaar. En daar wilde ik een rekje weghalen. Kijk, er zit er een hele hoop in weer, zie je? Waar ik nog een keer spuiten nu. Ze komen thuis. Je zoekt het huis. Homecoming. Wat is mijn huis? Nou, moet je even spuiten nog een keer dan. Of heb je zoiets van, nou, laat maar gaan. Als er een wesp in huis zit en je doet dat, dan is die gelijk dood. Het is echt rotzooi. Nou, we zijn gelast dan. Ja. Hondjes even niet in de buurt. Helemaal goed. Maar, daar is wel leuk wat tussen zitten. Alle houtstapels hebben wespennesten. Dat weten we gewoon. Maar we hebben nu geen hout nodig. Dus we gaan pas stoken als het koud is en dan zijn de wespen ook dood op een paar na. Meestal gaan koninginnen ertussen zitten. Er zitten daar wespennesten en daar zitten ze dan in. Die koningin overleeft met een paar werkers. En hij heeft al vaker gehad dat hij in een stapel naar binnen sjouwde en dat er dan op de keukenvloer een hele grote liep. En die ramden we dan even doormidden. Ja, dan heb je er twee. Nee, de twee voor de prijs van één. Ja, het is dat kerstgrapje. Dit noemen ze zwarte kersen. Kun je kijken of we kerstjes hem kunnen maken? Ja. En dit zijn klarwer. Nou, deze heeft Gea al zoveel mogelijk geplukt. Deze boom heeft niet zo'n hele grote oogst. Maar komt omdat ze hem heel erg teruggesnoeid hebben. Hij ziet er wel heel goed uit nu. Ik heb hem ook water gegeven. En elke keer als we pitten uitspugen, dan gooien we dat hier op de rand. Dat heeft ertoe geresulteerd dat we hier een hele rij kerstboom hebben. Bijna altijd prijs. Alleen staan ze aan de verkeerde kant van het hek. Maar dat geeft niet, want we kunnen gewoon plukken. Nou, hier kom ik bijna niet meer naar binnen. Ik weet niet of je het zien. Er zijn heel veel tomaten die handgroot zijn. Daar hangen er ook. Die zijn wat kleiner. Dat zijn jokkels. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen ook. Kijk nou. Nog meer bonen. Ja, ik ben elke dag aan het plukken. En we eten ze eigenlijk elke dag in de schotels die ik maak. Geertje belt me. Hij belt me vanuit de kas. Kom even, zegt hij. Nou, dan kom ik. Wat is er aan de hand? Paniek. Paniek wat? Geen idee. Ja. Kijk. Ah. Goed omslaan. De delta. Oh, zo dan. Oh, dat is van een mooie
Dat is de pomp die we hebben gekregen. En daar kunnen we water mee geven uit het reservoir. Hartstikke vol. Netjes. Voor mij wel goed, hè? Ja, dat is zeker goed. Mooi. We zijn Londen opzetten, die douche. De douche. Die douche. De broes. De douche. De broes douche. Nou, die heeft wel wat. Je moet hem even. Ja, hij spuit jou nat als je hem zo laat staan. Nou, dat is ook heel netjes. Een korte slang moet je beter. Ja, dat is sowieso nog een te lange slang. Dat hoeft alleen maar de lengte van de kast te hebben, denk ik. Ja, ik had een beetje maar, ja, maar het hoeft ook niet te hard te zijn, hè? Anders spoel ik kleine plantjes plat. Ja. Netjes, gaaf. Wat een wind, man. Nee, maar dan buig ik deze twee pijpjes naar beneden. Wat zie je, wat is hier gebeurd? Ja, ja, ja. Dat is netjes. In ieder geval, dat werkt perfect in ieder geval, Sofia. Netjes, dank je. Gratis. Gratis stroom, uiteraard. Maar we moeten wel opladen. Ja, hij slaat op 35%. Oei, 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 oei. Ik kan ze wel even wat geven, ja. Maar kunnen we doen. Nog gewoon even wat geven. Yep. Drie potten pure geconcentreerde kersensap. Geconcentreerd kersensap. Dat is bij elkaar 3,6 liter. Niet slecht. En dit was nog een soepje. Van allemaal tuindingetjes. Hier hangen mijn boerenkolen. Te drogen. Dat is munt. Die moet eigenlijk openstaan. Zo. En dit is ook munt. Is aan het drogen. En dit zijn... Oh, een ongekukkelde. Dit zijn 3 avocado's. Kijken wat er van terecht komt. De volgende dag. Warm. Benauwd. En Geer is bezig geweest met de pomp. Je hebt de pootjes verbogen, zie ik. Ja, ik heb een grotere doorlater opgezet. We kregen... De pomp zit erop. Dus, ja, dat is de pomp. Je kreeg er verschillende pompen bij. Dat is de grootste? Ja. De meeste capaciteit. Nou, de stekker zit er gewoon constant in. Oké, okay, nou. En hier heb ik deze stekker moet je erin stoppen in de EcoFlow. Uiteraard de EcoFlow aanzetten. En ook de stekker. En kom. Oké. Zo. Dan pompt hij nog niet. En dan moet je boven staan de schakelaar. Dat is makkelijker dan het kleine ding. Oh, je hebt een schakelaar. Dat is, ja, ik dacht dat het... Ja, want dan kunnen we naar buiten spuiten. Naar buiten spuiten. Even kijken wat hij nou weer heeft. Hé, hey, hou eens op. Nee, Pinky. Hé, hey, kijk. Oh, er komen wandelaars. Dit is een lange afstandsroute langs ons huis. De honden van de buren slaan ook aan. Nou, het zal. Even de tillen dat ding neerzetten zo. Lange slang, gaan we even proberen. Maar voordat je de pomp aanzet, ja, moet je wel zorgen dat dat spuitstuk aan is. Ja. Want anders krijgt hij te veel druk. Ja, ik denk dat hij eraf knalt, want het zijn maar oude dingen heb ik in de gaten. Ja, helemaal redelijk verdroogd. Deze gaan we eraf. Die doen we op. Schakelaartje. Nou moet hij wel heel wat water door die slang pompen voordat hij er is. Zo goed. De zon even zo. Is die aan? Nee, de honger. Daar komt die. Oh, mooi. Netjes. Oh, ja, hij is eraf. Ja, maar je moet hem ook niet dichtdraaien, inderdaad.
Ja, klinkt als een hele hoop waterverspilling. Ja. Deze zijn gewoon heel erg oud. Ja, we moeten metalen hebben misschien. Of metalen, ja. Metaal is beter, denk ik. Ja, en ik zal het denken van deze vastmaken, maar ja, dan wat je zegt. Ja, dan, ja, of je moet dan zorgen dat de koppeling buiten de kast zit, maar dat maakt helemaal geen reden uit. Nee. Je moet alleen voorbij die straal springen. Dat gaat goed. Je moet ook even zorgen dat als dit van elkaar verwijderd staat. Ja, hij spuit hierheen. Dus ja. Die pomp, als die zo blijft staan, komt dat water niet richting de elektronica. Want ik heb hier een steentje onder gezet. Een steentje. Waarom? Omdat je hem los wil laten staan. Ja. Oh, ja. Hij is een beetje topzwaar. Right. Ja, is goed. Eigenlijk zou die Jackery iets maar moeten kunnen koelen natuurlijk. Eigenlijk zou die EcoFlow zou moeten kunnen koelen, maar Jackery. Ja, die heeft Steve. Ik ben benieuwd hoe het gaat met de Jackery met Steve, want die heeft 7 uur oplaadtijd nodig. De mazzeltjes, Dick en Jacqueline zijn bezig met het kijken wat voor een solar power station ze willen kopen. En wij hebben natuurlijk EcoFlow, maar er zijn andere mensen die hebben Jackery's en Bluetti's en er zijn een hele hoop verschillende merken. Wij hebben toen heel veel reviews zitten kijken en we zijn op EcoFlow gekomen omdat dat de enige was die zo snel kon laden. En dat is in een autootje heel belangrijk, want als je gebruikt en je denkt, ah joh, ik laad hem wel even op tijdens het rijden. Je rijdt geen 7 uur achter elkaar. En het gaat langzamer in een auto dan dat je het doet met een zonnepaneel zoals wij de opstelling hebben. Een groot zonnepaneel van 600 watt of een groot zonnepaneel van 200 watt. Dus wij hebben gekozen voor EcoFlow, maar dat wil niet zeggen dat dat moet natuurlijk. Er zijn veel van jullie die ook EcoFlow's hebben gekocht. Maar er zijn ook mensen die andere systemen hebben gekocht. En je moet kijken naar je eigen wensen en je eigen behoeften. Voor ons was het dus belangrijk dat de oplaadsnelheid hoog was. Vandaar de EcoFlow. Maar de Jackery die we toen hebben gekregen, die heb ik aan Steve gegeven. En die heeft hij mee nu. Hij is 2 weekjes weg. Dus we gaan vanzelf wel horen of dat bevalt of niet. Deze straal, dat is dus de grootste capaciteit pomp. We gebruiken dit water. En we gebruiken het regenwater wat we gevangen hebben. Dus we gebruiken zonne-energie en regenwater. Een off-the-grid systeempje. Helemaal mooi. Dat is een betere stand. Indy vindt dat geweldig. Maar dit is grandioso. Want ik vond het zo zonde dat als ik de sproeier aan wil zetten, dat ik dan eigenlijk alleen maar ons bronwater kan gebruiken. Maar nu gebruik ik ons regenwater. Perfect. Heel blij mee. Nou, dit is dus ons off-the-grid regensysteem, watersysteem. We kunnen dus onze tuin besproeien met regenwater wat we gevangen hebben. Hier wordt met een vlotter wordt deze bak gevoed door deze 2 kannen die je hier hebt. Deze 2 tanks die worden gevoed door de regenpijpen, die lopen rondom. En nou niet rondom, aan de voorkant is het niet nodig. Zoals Geertje net heeft laten zien, hij lekt een beetje, maar dat komt door de slechte koppelingen. Deze pomp hebben we gekregen. Dit stopcontact is aangesloten op de EcoFlow River 2. En dit is de pomp. Hij pompt water uit de bak. Hij geeft mijn vloerwater. En hij spuit het door. Dit is 30 meter slang. Dus ik kan ook nog helemaal naar mijn pompoen als ik dat zou willen. En zo geven we dus onze plantjes water. De River 2 wordt opgeladen door de zon. Al onze power stations worden opgeladen door de zon. Soms laden we de ene op met de ander. De Pro en de Kelder die is heel groot en die kan best wel wat
wat energie kwijt aan het opladen van een van de andere. We hebben de Delta en we hebben de River 2. En dit is eigenlijk infinite power en infinite water. Zolang het regent, hebben we regenwater. Als de zon schijnt of het is goed licht buiten, dan hebben we zonne-energie. Niet slecht. Nou, de pompoenen haalt hij ook makkelijk. Hij is inderdaad heel groot. Ja, ja, hij loopt het weiland op ook. Nou, hij zit midden in de brandnetels erachter, dus... Vind je het leuk? Nee? Nou, ik wel. Dit zijn de aardappels. Dat red ik eigenlijk altijd te filmen, maar... gebruikt. 10% van 100%, stond hij op 100? Nee, nee, hij stond op, toen ging hij gebruikt op 80%. Ja? Nu staat hij op 70%. Oké, okay, nou heeft hij geen 10% gebruikt. 80% van 70% is 10%. Ja, als je het vanaf 100 rekent. Ja, maar hij is niet op 100. Nee, dus is het geen 10%. Dus als 80 100% is en hij zou 10% hebben gebruikt, zou hij op 72 staan. Eeuw, maak het uit. Hij gebruikt weinig dus. Bijna. Ik heb het gemaakt. Ik heb een stijl die het onder mijn top. Ja. Ja, die Ikeflow die kan wel even een paar uurtjes gaan. Ja. En hij vult zich aan. Ik vind dit echt geweldig dit. Nou, mooi. Hebben we ook weer gedaan. Tenminste, die daar. Ja, dus ik maak hier al een plankje onder de landschap. Oké. Okay. Hier een koppeling uiteraard. Ja, betere koppelingen. En dan kunnen we gebruiken bij de regentonnen aan het huis. Ja, dan kunnen we die mobiel leeg zuipen. Helemaal goed. Hallo. Hallo. Oh, yes. Biertijd. Oh, ik heb er een aantal van afgehaald al. Die heb ik, ik weet niet, in de keuken gelegd geloof ik. Ja. Oh, okay. Nou, ik denk, Geertje. Wat denk je? Dat dit weer een volle was. Dus, dan zeggen wij... Is dat zo? Ja. Doei. Oké, nou, tot de volgende. Bye. Bye.